Welkom bij de NEC Update. Ja, kijk eens naar achter mij. Donkere wolken, het waait verschrikkelijk, het regent wat. We zijn in Zeeland, want daar speelt NEC de eerste oefenwedstrijd tegen Schouwse elftal. Dus dan gaan wij er ook natuurlijk naartoe. Uitslag 0-5, eerste helft. Eerste doelpuntje kwam van Luc Nieuwhuis. Pas in de tweede helft wist NEC de score wat verder uit te breiden. Uiteindelijk dus 0-5. Kijk, twee keer nog Lars Olden Larsen. Ook Mees Hoedemakers maakt nog een doelpuntje. En ook nog Sammy Owaisa, wie een doelpuntje maakt voor NEC. 0-5 dus. Ja, en trainer Rogier Meijer, hoe kijk je dan naar zo'n allereerste oefenwedstrijd? Eerste wedstrijd zoals altijd die... Stroef, weet je. Wennen aan elkaar, veel spelers op verschillende posities. We zijn nog niet compleet. En zoals je misschien kunt horen en voelen, speelt de wind een grote rol, ja. Ja, hoe kijk je dan naar zo'n wedstrijd? Kijk je dan naar individueel naar spelers? Ja, ook. Maar je kijkt gewoon naar een paar dingen. En ik snap zelf ook wel dat de omstandigheden super lastig zijn om te voetballen. En dat is ook niet het belangrijkste. Ik denk het belangrijkste is dat je weer een keer een wedstrijd speelt. Dat je wat minuutjes in de benen hebt. Dat je weer het gevoel hebt van, een wedstrijd. En voor de rest is het niet zo heel belangrijk. Ja, gisteren werd hij gepresenteerd. Vandaag stond hij ook al even op het veld. Ik heb het over Bashar Önal. Hij viel even in en hij is ook nog eens jarig vandaag. Bashar, als eerste gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, dankjewel, dankjewel. Je verjaardag en gelijk ook even mogen spelen en een assistje. Ja, klopt. Gelijk gespeeld. Blij mee. Eerste minuten. Ja, want er zaten ook andere clubs achter je aan, hè? Zoals Heerenveen. Klopt. Toch kom je dan naar Nijmegen. Wat maakte dan het verschil? Toch het gevoel waar ik vanuit ga. En dat blijkt achteraf toch een fijne keuze zijn geweest. Want ik voel me al goed in de groep en ze hebben me goed verwelkomd, de jongens. En NEC is natuurlijk ook een hele mooie club, dus ik ben blij. Ja, je zei, ik ken al wat mensen. Wie kende je dan al? Assistent trainer Stefan, heb ik mee gewerkt. Rogier Meijer van Doetinchem, de Graafschap. En zo een beetje, ja. Ja, want je hebt Rogier wel eens gezien bij de Graafschap al, of wel eens gesproken? Ja, tuurlijk, altijd wel. En toen zei hij al van, nou ja, mocht ik een keer weg willen, dan heb ik al een plekje voor je. Nee, zover kwam het nog niet, maar dat is nu wel gelukkig. Ja, kijk, ik denk dat je vandaag ook ziet, hij kan gewoon goed voetballen. Hij speelt vaak vanaf de linkerkant, daar heeft hij ook... Diepte in het spel en dat komt nu natuurlijk wat minder tot uiting omdat je altijd de bal hebt. Maar hij kan heel makkelijk ook de diepte belopen en hij kan gewoon het voetballen. Maakt goals, geeft assist, dus dat kunnen we goed gebruiken aan de zijkanten. Hebben we vandaag al een beetje kunnen zien wat je in je mars hebt? Ik heb wel wat laten zien vandaag. Alleen ik heb gisteren mijn eerste training gehad. Dus voor mij is het nog helemaal wennen wel. Dus dat wordt steeds meer en meer hopelijk. Maar ik heb vandaag een sneak peekje. Hey, volgens mij was je op een gegeven moment ook wel echt even moe, want ik zag je bij een corner bij Schöne en ja. Vroeg hij van, gaat het nog wel? Ja, hij zei, gaat het nog wel. Ik zeg, jongen, geef hem maar voor, even niet kort nu. En dan de keeper van vandaag, dat was Rijk Jansen. Ja, en waarom? Nou ja, Rijk Jansen komt hier vandaan. En dan denk je, ja, maar gelijk de vraag, waait het hier altijd zo? Ja, we zitten dicht bij zee, hè? Maar eigenlijk waait het hier wel vaker, ja. Ja, want als keeper lijkt me dit echt gewoon niet te doen vaak. Nou, in deze wedstrijd viel het dan wel mee, maar als je het wat drukker krijgt, dan is het inderdaad niet heel lekker om met zo'n min te spelen. Ik kon ook eventjes over jou. Het ging natuurlijk veel over de keepers en dan gaat het niet zoveel over jou als Rijk Jansen. Maar hoe is het met jou? Ja, gaat eigenlijk hartstikke goed. De eerste trainingen zijn lekker gegaan. We zijn lekker begonnen. En ik hoop zo weer lekker verder te gaan eigenlijk. Ja, en je schrik je ook gewoon komend seizoen weer als derde keeper, om het zo maar te zeggen? Of? Ja, ik zal eigenlijk gewoon dezelfde rol hebben die ik afgelopen seizoen had, zal ik eigenlijk gewoon weer gaan vervullen. Ja, de grote leermeester die is weggegaan. Wat heb je het meest geleerd van Jasper Sillissen? Eigenlijk op het veld, buiten het veld, dat alles in de puntjes voorbereid moet zijn. Omdat je dan het beste een prestatie kan leveren op het veld. Dus zorg ervoor dat het gewoon rustig in je kop zijn en dan kan je gewoon het beste presteren. Nou weten misschien niet heel veel mensen dat jij er ook nog wel wat dingen naast doet bij NEC. Ja, dat klopt. Ik ben ook nog keeperstrainer in de jeugd voor de onder 10, onder 11 en onder 12. En dit jaar zelfs onder 13. Hoe krijg je het allemaal gecombineerd, Rijk? Ja, het is best lastig. Maar ik krijg er zoveel energie van. Ik vind het zo leuk om met die jongens op het veld te staan. Om hun beter te maken. En uiteindelijk worden hun beter. Maar stiekem leer ik er zelf ook nog heel erg van. En maakt mij het ook nog betere keeper op het veld. Dus... Ja, wat leer je dan van hun? Ja, gewoon de beginselen van het keeper. Hoe vang je een bal? Hoe ga je staan? En dat neem je ook weer mee. Hoe je zelf in de goal staat. En hoe je zelf je presenteert.
Ik heb goed nieuws. De wind zit in de rug terug naar huis. Dit is echt bizar, moet ik eerlijk zeggen. Maar al met al was het wel leuk. We zijn gisteren weggegaan en we zijn een avondje bij elkaar geweest. Wind mee, denk ik, 3 kwartier zijn we in Nijmegen. Ja, lijkt mij een goed plan om ook snel richting huis te gaan. Laten we het hopen in 3 kwartier. Dit was de NEC-update. We zijn er heel snel natuurlijk weer. Vanuit een winderig Zeeland zeg ik tot de volgende.